Ik heb met een vriend, hebben wij er samen 97 verzameld. 97? Hoe heb je dat gedaan? We zijn na de kerst zijn wij begonnen. En toen hebben we elke dag, soms wel van heel vroeg, van 8:30 tot 5:00 opgehaald. En heb je dan bij mensen aangebeld of hoe heb je dat gedaan? Zijn moeder, die heeft dus dingen op Facebook gezet en mijn moeder heeft dingen op Facebook gezegd. En we gingen door alle straten rondrijden. Vanmorgen hadden we de grote partijen. Vanmorgen hadden we er ruim 225. Nou, en van vandaag is van vanmiddag wat hier ligt. Dus totaal een kleine 300 bomen in Zwifterbad. Ja, vorig jaar is hij ook in de krant gekomen, mijn beste vriend. En toen had hij er 56 gehaald. Toen dacht hij, zou ik het eens met mij dan doen? En dan wou hij het record verbreken. Dit jaar had ik er 30. Was je daar tevreden mee? Jazeker. Want je hebt er ook wel eens meer gehad, begreep ik. Kun je vertellen hoeveel je de andere jaren had? Vorig jaar had ik er 60 en daarvoor had ik er 40. En hoe komt het dat er dit jaar minder zijn? Omdat we dit jaar wat minder tijd voor hadden. Ook omdat ik het leuk vind, maar ook een beetje wel om het geld. Voor het geld. Wat ga je ermee doen? Sparen. Vind je het een goede actie van mijn gemeente? Ja, eigenlijk wel. Want het is best wel makkelijk om dingen op te halen. Je krijgt er ook weer wat voor. 20 jaar geleden staken we alles in de brand. Ja, dat mag niet meer. In verband met de milieuwetgeving. Ja, dan is versnipperen een hele goede uitkomst. Stel, ze hadden er één. En ze gingen hem nog niet aftuigen. Dan hadden we gewoon in onze telefoon gezet wanneer ze gingen aftuigen. En dan konden we hem zo ophalen. We gaan door Zwifterbad fietsen en dan kijken bij de straten als daar kerstbomen liggen. Zijn er ook mensen die, het niet wil, die ze niet wilden geven? Ja, maar er waren echt maar 3 mensen. Maar die hadden dan voor, zoals misschien oudere mensen, die hadden dan voor hun kleinzonen en kleindochters en alles gedaan.